Pees dat mijn vader nog een beetje gestuurd heeft daarin. Ben geboren in textiel, hé? Met de papvlas eigenlijk in de tapijten gegooid of in de meubelstoffen. Ja. Naast het werken werd er ook wel met elkaar gesproken. Hé. Ik denk op het veld rivaliteit, maar achter de schermen was er wel een keer. Hé. Samen gepraat worden ook over klanten of over leveranciers. Je moet niet al je geheim verspreken of verklappen, maar het is toch altijd belangrijk om elkaar te helpen ook. Samenwerken met concurrenten eigenlijk. Wat moest ik collega's noemen, hè, want... We hadden niet de gewoonte van bij elkaar in de stand binnen te gaan. Hè. Als we een keer tegen iemand wilden spreken, of wilden spreken, dan vroegen we kunnen een keer komen. Hè. We gingen niet bij elkaar op de stand. Dat was wel... We respecteerden dat. Uiteindelijk heeft iedereen altijd elkaar nodig. Ons haarns kwamen altijd van iedereen kwamen ons haarns van India. Hè, en ons beste punten waar we verkochten, of de beste landen waar we verkochten, was ook bij iedereen dezelfde landen. En we moesten allemaal reizen ervoor en we moesten allemaal vechten voor ons deel. En de zon schijnt voor iedereen. We hebben moeten stoppen. We hebben moeten stoppen en we hebben zelf de keuze gemaakt van te stoppen, omdat wij geen licht meer zagen aan het einde van de tunnel eigenlijk. Omdat je altijd die cijfers maar ziet verslechten. En je mocht je best doen al dat je wilde. We konden ze niet meer omhoog trekken, die cijfers. En met de vakbonden samengezeten en zo overeengekomen om personeel af te danken, allemaal. Met Renault toe te passen. Eigenlijk ben ik trots de manier waarop dat we kunnen sluiten hebben. En dat we iedereen kunnen geven wat dat ze moesten hebben. Want het heeft niet, het is op zoveel plaatsen dat er iets gebeurt, maar dat de mensen moeten wachten dat ze iets krijgen van de kas eigenlijk, van de staatskas of wat is het. En dat wou ik niet. En daar ben ik eigenlijk toch wel trots op, dat we het op die manier kunnen doen hebben.